Je weet dat de tegenstander ene laatste staat en ja, dit is eigenlijk de kans om en het moment om zeg maar punten te pakken. Dit was de finale, de laatste hoop die we hadden. Het was tegen Barendrecht dat we iets meer van verwacht afgelopen zaterdag. Werden we toch wel aardig weggespeeld en ja, hebben we terecht verloren. Wie een overwinning van Achilles verwacht is wel een enorme optimist, ook tegen de nummer 17 de Dijk. Want Achilles verloor de laatste 13 wedstrijden op rij. De bezoekers zijn in de eerste helft de betere van de twee. Dit is natuurlijk een prima schot van Chakib Tayeb. Met de redding ook van diezelfde doelman, Desny Rooyendijk. Dus de vrije trap voor de Dijk. En van dichtbij is het dan ook 1-0. Verder wat eentonige eerste helft gaan we naar de tweede helft. En daar is opnieuw de Dijk. En nu is het toch echt Harry Zwarthoed. Dan is daar ook El Idrissi die bal aan zich voorbij ziet gaan. Maar daar, ja, daar is hij weer. Harry Zwarthoed. Hoe is het mogelijk? Dan Jankovic. En eindelijk ook weer eens een moment voor de thuisploeg. Schot van Said Begic. En dan is het zelfs ook 4-0. Tim Ruder. Wat een afstraffing voor Achilles 29. En wat vooral een wilde bij de Dijk. Dat zijn ze niet gewend. En dat is nog niet gedaan. Want hier is Tayeb. Is dit al 5-0? Jazeker. Wat een uitslag. We hebben weer aansluiting gevonden. Maar ook nog niet meer dan dat. Dus ja, volgende week de volgende degradatie kraken tegen AFC. En, ja, dan moet je eigenlijk opnieuw. Ja, goed. Ik heb al vaker gezegd, ik val in herhaling. Je kunt die jongens niet kwalijk nemen. Dit was een hoofdklasseteam. Daar heb ik ook diverse keren al gezegd. Die stonden onderaan. En je ziet nu, ja, dat redden die niet op dit niveau. Dat is makkelijk zat. Dat wisten we in tweede divisie. Dan kom je op alle fronten tekort. En als je dan een doelpunt tegen krijgt, ja, dan zie je die jongens ook mentaal knakken. Ja, dan loopt de tegenstander sneller weg.